Katinka, jij zei het al. Gisteren zei jij, 5 jaar geleden wilde ik dat de helft vrouw was. Nou, ik ben er nu 3 jaar. Dus oké, ver nog. We staan met 3 vrouwen op het podium. Ben je tevreden? Gaat dat goed? Als we ik het ben zo heel scannen? Tevreden. En zeker niet omdat de helft vrouw is. Dat was eigenlijk een no-go. Ja, maar veel jongeren vanuit allerlei sectoren. Maatschappelijk middenveld, chemische industrie. Overheid, alles daartussen. Dit is echt leuk om met deze groep samen te zijn. Wat heerlijk. Hoe hebben jullie gisteren ervaren? Ik heb het als... het heeft me ook wel weer heel erg aangezet. Ik vond het welkom van Piet prachtig. Hier op het eiland. En zijn invulling van durven. Ja. Ik denk Jojita en Frank. Allebei op hun eigen manier. Die zo indringend je weer bewust maken van... hoe immens en groot en een rechtvaardige transitie eigenlijk wat het allemaal omhelst en wat het van ons vraagt. Ruimte voor wanhoop, maar ook zeker voor hoop. Ik denk dat het een hele enerverende start is geweest. Jullie wilden ook nog wat meegeven. The floor is yours. Oh, ja, dankjewel. Ja, want ik denk dat... we hebben gisteren, ik wou nog even iets zeggen over dit decor eigenlijk. Want net werd gezegd, er staan hier 3 vrouwen. Maar misschien hebben jullie gedacht dat wij onze silhouetten hier in het decor hebben verwerkt. dat berust op louter toeval. Dit waren golven. Misschien kunnen jullie nu nergens anders meer aan denken. Dat spijt me dan. Het is de golf, het is de zee. Het is de golf, het is de zee. En ook wel de zachte rondingen die we hier op het eiland met elkaar willen maken. We hebben, denk ik, al een groot deel van jullie zal meegedaan hebben gisteren aan de ervaring over wat tijd met je doet. En ook hoe je oordelen, je kracht en inspiratie kunnen geven, maar je ook in de weg kunnen staan om de ander echt te zien. En dat is de bedding waarin we vandaag verder gaan. En ieder jaar vragen we iedereen om de evaluatie in te vullen. En dat vraag ik nu alvast voor vrijdag. Want die evaluatie inspireert ons om iedere keer het weer anders te doen. Iedere keer te kijken, wat vonden de deelnemers, hebben die ervaren, maar ook wat hebben ze gemist. En dat heeft ertoe geleid dat we dit jaar in het programma een paar dingen echt anders proberen. Natuurlijk die inbedding van gisteren, dat was het eerste. Maar we hebben ook gemeend, er is heel veel vraag naar meer samenhang en integraliteit. Dat het toch dit de plek moet zijn waarbij je uit je eigen wereld, je eigen bubbel, je eigen logica en overtuigingen kan komen. En er daardoor meer samenhang komt in het denken over die grote opgave. Dat is de reden geweest dat we het programma hebben ingedeeld in 3 hoofdstromingen, in 3 clusters. In de eerste plaats plek. Omdat we het woord plek eigenlijk heel mooi vinden. Als je aan mensen vraagt als ze terugkomen van vakantie, wanneer had je het gevoel dat je weer thuis was? Dan heeft het bijna altijd te maken met dat ze weer terugkomen op de plek waar ze wonen, waar ze de omgeving herkennen, waar ze geworteld zijn en waar ze van houden. En hoe mooi zou het zijn als we al die duurzaamheidstransities ook weer terug konden brengen naar de droom, weer verliefd worden op je plek. Weer gaan houden van je plek en er dus ook iets voor over hebben en er iets voor willen doen. En het tweede is samen. Wat betekent samen eigenlijk? Wat betekent samen leven? Doen we dat eigenlijk nog wel? Wie hoort er bij mijn samen? Hoe groot is mijn kring waartoe ik me betrokken voel? En waar ik me verantwoordelijk voor voel? En als ik daar weer meer bij stilstaan, hebben we dan misschien ook weer een nieuw ideaal voor onze beschaving. Wanneer zouden we nou weer, in plaats van in enquêtes invullen, het gaat niet goed met Nederland, het gaat de verkeerde kant op, dat we eigenlijk weer zouden invullen, het gaat weer heel goed met Nederland. We hebben een beschavingsideaal gevonden en daar werken we allemaal in samen. En tot slot de systemen waar we ons allemaal in gevangen voelen, maar die we zelf gebouwd hebben. En hoe zouden we systemen kunnen veranderen die dienend zijn aan dat verliefd worden op die plek en dat invullen van dat nieuwe samenleven, samenwerken.
In dat nieuwe programma, we hebben ook gemerkt uit de enquête dat sommigen zeggen die tijd van geïnspireerd worden en ontmoetingen is heel belangrijk op springtijd, maar we willen meer. We willen meer diepgang en we willen resultaat. En dat heeft ertoe geleid dat we dit programma eigenlijk twee soorten ervaringen aanbieden en werkmogelijkheden aanbieden. Een aantal van jullie gaat de komende anderhalve dag in een vaste groep, anderhalve dag aan het werk om te komen tot een resultaat. Dat leidt tot meer verbinding in een kleinere groep en meer diepgang en hopelijk ook tot meer resultaat. Dat zullen we morgenmiddag zien. En de rest die geeft wel de journey, de ervaring, de inspiratie binnen een van de clusters om zelf te kiezen wat je aanspreekt en wat je wil ervaren. En zo proberen we die springtijervaring wat te diversificeren. En we zijn heel benieuwd hoe jullie dat ervaren. Tot slot heb ik gisteren iets verteld over het geheim van springtij. En waar dat uit bestond. En ik vond het niet zo moeilijk om het geheim van springtij te duiden. En ik hoop dat jullie dat geheim van springtij ook allemaal zullen beleven. We hebben ook in dit springtij het geheim van miso. En als je aan mij vraagt wat is miso, is het antwoord heel makkelijk. Dat is namelijk een gefermenteerde bonenpasta. En jullie hebben dat ongetwijfeld in het programma gezien. En gedacht, wat is dat nou weer? En dat is het geheim van miso. En ik daag jullie allemaal uit om dat geheim te proberen ontdekken. Want we hebben daar sessies over in het cluster samen. Straks gaan we met z'n allen met dat cluster naar de Westerkerk. Om daar al een tipje van de sluier op te leggen. Maar een geheim, het is een geheim wat je zelf mag ontdekken. Het is een metafoor over een nieuwe manier van samenwerken met de natuur. En op het sociale plein wordt iedereen uitgenodigd om dat geheim te ontdekken en dat als een geschenk mee naar huis te nemen. Dus ik nodig jullie daartoe allemaal van harte uit. Nou, wat mooi. Miso. Ja, als bioloog snap ik het natuurlijk wel wat het is. Maar miso maak je niet, hè? De tijd maakt miso. Je kan hier geen miso maken. Daar heb je heel veel tijd voor nodig. Dat zal je daar leren. Veel vragen vanaf jullie kant. Waarom clusters, trek en treintjes? En hoe zit dat precies in elkaar? Dus dat wilde ik gewoon nog even heel duidelijk maken. We hadden vorige jaren een verzuiling. Je kon aan water werken, of aan landbouw, of aan natuur. Of je kon werken aan de energietransitie. Of je kon hier ook wel werken aan mobiliteit. Zo hadden we de industrie natuurlijk. Je hadden verschillende mogelijkheden. Financiën, de economie. En daar werkten we allemaal lekker zo naast elkaar. En onze passie was om te kijken naar Nederland. En we dachten, dat is natuurlijk niet zo. Het is maar zo'n landje, hè? En B, moeten we kijken naar de geïntegreerde opgave. En dat is waarom we dat programma zo hebben gedaan. Geïntegreerd, wat is je fysieke leefomgeving? Waar vindt de energietransitie plaats? Waar vindt mooie landbouw plaats, inclusief natuur? En waar sla je dan water op? En ga je daar dan ook wonen? En hoe doe je dat dan met de trein? Zo kijken we naar de omgeving. Maar een omgeving, plek, is nog wat anders dan het samen. Weten jullie hoeveel plannen er zijn gelanceerd om Nederland in te richten? Soms mag ik ze als eerste lezen. Dan worden ze gemaakt door de industrie en die zeggen, wij weten hoe het moet. We doen dat randje, daar een beetje bij de haven, dat wordt voor de industrie. En dan doen we de mensen en de landbouw doen we helemaal aan de andere kant van Nederland. En het is best als ze daar gaan wonen, want dan krijg je geen natte voeten. Maar wat vinden de mensen ervan die daar wonen naast al die fabrieken? Hè? Dat is lastig. Mensen, gadver. Dus dat is het samen. De basis natuurlijk van wat we willen. En het laatste. Ik zag dat heel veel van jullie daarvoor hadden ingeschreven. Dienende systemen. De systemen die zorgen dat we samen op die mooie plek kunnen leven. Samen met elkaar. Met andere dieren. Met planten. Met micro-organismen. Samen. Dat is wat we bedoelen met samen. Dat zijn de drie clusters. En dan hebben we tracks, 4 tracks. En dat gaat erover dat je met een groep van 50 een intiem groepsproces meemaakt om een echte uitkomst te krijgen. En we hebben uitkomsten in onze fantasie al, die ik liefst vrijdag zou willen zeggen.
Denk aan hoe gaan we samenwerken op de bouw en een nieuw bouwbesluit. Hoe gaan we grond weer van en voor ons maken? Hoe gaan we anders leren tellen en maken we daar een supermooi monopoliespel van? Of wat dacht je met Carlijn Kingma? Hoe gaan we de hele financiële wereld anders inrichten? Kijken hoe dat loopt. Voor het eerst spannend voor ons om zo samen bij elkaar te blijven en ook als groep iets door te maken. Dat zijn de uitkomsten waar we gaan, maar zeker niet alles. We proberen initiatieven te lanceren voor als rechtspersoon voor de Waddenzee. We proberen een manifest te schrijven, dus let vooral op wat daar ook uitkomt. Dus dat is onze nieuwe programmering. Geïntegreerd, dus de opgaven samen bekijken. En natuurlijk de diepgang kijken om tot concrete uitkomsten te komen. En hoe leuk is het als onze naam daaronder staat? Of jouw naam? Dus dat is wat we willen doen. Dus dat is eigenlijk het programma van vandaag. En dan wil ik eigenlijk alleen nog maar zeggen, heb een hele mooie dag vandaag, ondanks de regen, en geniet ervan. Dank jullie wel.